Ja, we staan bij ongetwijfeld de oudste FM-zender ter wereld hier. Want de eerste FM-zenders hebben in Nederland gestaan en waren geconstrueerd en ook bedacht door Hanzo Itzada. Ik ben Pieter Bakker. Ik ben medewerker van Beeld en Geluid. Mijn expertise is de pionierstechnologie voor Itzada. Ja, PCGG is in feite het callsign of de roepnaam van het station, de officiële roepnaam. Maar Itzada interpreteerde dat zelf als prachtige concerten gratis geven. Nou, we moeten dus eigenlijk bij het begin beginnen. Onze omroepgeschiedenis die gaat zonder onderbrekingen terug tot november 1919. En dat is de langste aaneengesloten omroepgeschiedenis ter wereld. Met andere woorden, omroep is in Nederland voor het eerst van de grond gekomen. En er waren drie factoren die daar essentieel voor waren. In de eerste plaats, Philips was al in begin 1918 in staat om radiobuizen te maken. Dat was bijzonder, want radiobuizen was militair geheim, maar zij konden het. In de tweede plaats waren er in Nederland naar schatting tussen de 1000 en 2000 mensen die in staat waren om met, zoals dat heette, keukentafeltechnologie, maar om radioontvangers te maken. Dat waren dus Itzada's potentiële luisteraars. Dat was de tweede factor. De derde belangrijke factor was dat Itzada in staat was om een zender te construeren met een heel groot bereik. Nou, deze twee objecten die komen echt uit de pioniersfase. Dat zijn dus, in deze grammofoon is een koolmicrofoon ingebouwd. Want de koolmicrofoon, dat was bij hem echt het hart van zijn systeem. En dit was uiteraard een koolmicrofoon, want dit is in feite dus een microfoon zoals die ook in telefoons werd gebruikt. Nou, deze grammofoon is echt de technologie uit de pioniersfase. Hij heeft daar een grammofoon waar een hoorn aan heeft gezeten, maar die hoorn die heeft hij er afgezaagd en daar heeft hij een koolmicrofoon voor in de plaats gemonteerd. Want alles was bij hem aanvankelijk gebaseerd op de aanwezigheid van een koolmicrofoon.